Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Begrijpt u waar het vandaag over gaat? Ja. Vertel eens, waar gaat het? Over mijn grond van 53. Ja, wat doet u daarmee? Mijn auto's opstellen. Maar ik ben er nog steeds niet zeker van dat de camper die tegen mijn buitenmuren staat geen gevaar oplevert voor mijn huis. Dan gaat de politie bekeuringen uitdelen. Ik zou niks betalen. Ja, dat gaat naar de rechter in Rotterdam. Want de politie, daar heb ik geen ene moer aan. In principe worden gewoon onze eigen tuin uitgepuist. Je kan ze omschrijven als de familie Vlodder. Onze vader is 87, doet er ook met hem dit gedonde. Als ik nu naar hem toe loop, dan komt er alleen maar ruzie van. Maar dat was misschien wel een keer goed geweest. Ik ben onderweg naar Pernis, een dorpje onder de rook van de Rotterdamse haven. Daar kochten Samantha en Thomas zo'n 1,5 jaar geleden hun eerste huisje. En sindsdien wonen ze daar heel gezellig met hun poes Woody. Nou, klinkt hartstikke gezellig. Geen vuiltje aan de Rotterdamse skyline, zou je dus denken. Maar niets is minder waar. Want op het terrein naast hun huis houdt hun buurman er een, nou ja, wat zal ik zeggen, een heuse autosloperij op na. En daar is het stel inmiddels helemaal klaar mee. Er staan allerlei wrakken, jerrycans, voertuigen vol met brandstof, argraten die daar vol met benzine staan in een caravan. Het is gewoon echt een zootje is het gewoon. De eigenaar van het stukje grond, de 87-jarige meneer Van Dijk, die vandaag wordt vertegenwoordigd door zijn twee kinderen Daniel en Diana, begrijpt niets van al het gezeur. Oké, er wordt af en toe wel eens wat gesleuteld aan een camper of aan andere voertuigen, maar we zijn absoluut niemand tot last. En sterker nog, zo zeggen ze zelf, we beslissen zelf wel wat we doen op onze eigen grond. Mijn vader zegt, ja, het is allemaal leuk en aardig, maar het is mijn terrein en ik bepaal wat erop komt. En niet de buren. Inmiddels staan de partijen lijnrecht tegenover elkaar en is de communicatie behoorlijk vastgelopen. En dus is het de hoogste tijd dat meester Visser naar Pernis komt om de boel een beetje door te smeren. Dit is dus de zooi waar wij iedere dag tegenaan kijken als we thuis komen. We onderhouden allemaal onze woningen goed. En dit kan daar zo maar tussen staan. Ja, het ziet er gewoon niet uit, het moet gewoon weg. Nou, zoals u ziet hier zo is het terrein van onze vader. Dat heeft hij al meer dan 30 jaar. Daar doet hij de campers op stallen, opknappen, verkopen als het kan. Mijn broertje doet precies hetzelfde. En dat gaat meer dan 30 jaar zo. En ik snap nog steeds niet echt wat het probleem is. Nou ja, het probleem is dat als ik mijn deur uitga op een zondag en ze hebben op zaterdag een voertuig neergezet, dat daar 20 liter benzine onder ligt. En dat er heel veel onbekende gevaarlijke stoffen in jerrycans op dat terrein liggen. Ja, volgens mij doet mijn vader hier niemand kwaad mee. Dus ze komen hier puur en alleen om aan die voertuigen te sleutelen. En de gepaarde overlast die zij daarvoor geven aan de rest van de wijk, dat lijkt ze vrij weinig uit te maken. Nou, dit is de achterkant. Dat zie je normaal gesproken niet. Zeker vanaf de voorkant niet. Hooguit, van de achterkant. Het is gewoon een teringzootje, je moet gewoon weg. Dit kan niet in een woonwijk. Ja, je moet gewoon pleiten. Zo, daar zijn we dan. In Pernis. En als je van de lucht van ruwe stookolie houdt, dan zit je hier goed. Want we zitten hier natuurlijk naast de grootste olieraffinaderij van Europa. Maar daar zijn we niet voor. We zijn hier voor een heuse burenruzie. Eens even kijken waar we zijn. Want hier op nummertje 49, dit moet het huisje zijn van Thomas en Samantha. En dan is dit dus het wagenpark van meneer Van Dijk. Nou, eerst daar eens een lekker kopje koffie drinken. Je weet wat ze zeggen, hè? Sommige mensen houden van natuur. En anderen houden gewoon van industrie. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Hi, Victor. Goedemorgen. Samantha. Victor. Hi. Ja. Ik kom
Voor het wagenpark van de buurman. Ja, daar zijn we dan. Ja, ik heb al even een kleine blik geworpen. Niet missen, toch? Dit is waar het om gaat, hè, jongens. Ja, klopt. Ja. Dit is het hele probleem van deze straat. Of van de hele straat? Ja, ja, er zijn al meerdere buren ook mee bezig geweest. En dat heeft allemaal geen resultaat gehad. En nou stond er op een gegeven moment een autootje te lekken tegen mijn buitenmuur. En toen was ik er helemaal klaar mee. Op zondagochtend werden we wakker en toen ging Samantha die ging toevallig de deur uit. En die rook in de gang rook ze al een heel sterke benzinelucht. Dus toen ben ik buiten gaan kijken om het hoekje. En toen stond daar een grijs 45 kilometer wagentje heel dicht tegen mijn buitenmuur aan. En dat ding dat stond daar gewoon vol te lekken. En daar lag zo'n plas benzine onder dat ik gewoon bang was dat mijn huis in de fik zou vliegen als daar ook maar iets gebeurde. Als er iemand langs loopt die een sigaretje wegpiekt of dat ze hier komen sleutelen en ze hebben het niet door. Dan gaat het hele zootje in de fik. Want dit stukje grond is van? Is van meneer Van Dijk. Meneer Van Dijk. Ja, daar heeft hier vroeger een huis aan vastgestaan. En dat was in 1980 is dat ontploft. En meneer Van Dijk had dat huis. Ja. Dat huis is echt ontploft? In 1980 met een gasexplosie. En die heeft daar caravans neergezet. Daar heeft hij een tijdje in gewoond. Nou, daarna is er nooit meer wat mee gebeurd, behalve opslag van voertuigen. Maar zijn jullie opnieuw bang voor een ontploffing? Komt daar jullie absoluut, angst een beetje vandaan? Ja, absoluut. Wel, ja. Ja. Zeker met de jerrycans die er liggen, alle voertuigen die vol staan met benzine. Het ziet er natuurlijk ook niet heel fraai uit, maar ja. Ja, maar dat valt nu nog wel mee. Ze hebben het aan de voorkant redelijk opgeruimd. Maar als je naar achter loopt, dan zie je nog veel meer rotzooi. Dus we gaan naar achter. Zullen we maar dan? Nou, dit is dus onze tuin. En, ja, gezellig. Maar ja, je kan het gelijk zien wat er hiernaast staat. Heb je een trappetje? Ja, zeker. Zodat ik even kan kijken? Alsjeblieft. Dankjewel. Zo. Kijk uit. Prachtig staan. Je werk, och, hè? Jongens. Ja, zo ziet het eruit. Wat een zooitje. Best bende. Ik zie oude stoelen van auto's liggen. Een berg stenen en een andere rommel. En daar, een grote rode jerrycan. Ja, inderdaad. Hij is voor de helft gevuld, zie ik. En voor hetzelfde geld zit er benzine of diesel of iets in. Gewoon zwaar brandgevaarlijk. En dat ligt tegen mijn schutting aan, tegen mijn buitenmuur. Het verplaatst ook iedere keer. En wat gebeurt hier nou precies, jongens? Nou ja, vooral sleutelwerk door de zoon van meneer Van Dijk. En opslag van allemaal zooi en chemicaliën. En dat sleutelen? Waar sleutelen ze dan aan? Ja, aan de voertuigen waar ze zelf mee komen. Ze komen zelf rijden ze ook in die kantaatjes. Ja. En dan staan er drie of vier staan er hier aan de voorkant. En daar sleutelen ze aan. Ja, want jullie hebben hier zo'n heel gezellig lounge setje gecreëerd. Ja. Ja. Dus dan zit je hier met z'n tweetjes met een glaasje wijn. Lijn, ja, biertje. Inderdaad. Leuk de lampjes aan. Ja, zeker. En dan? Nou ja, dan komt de zoon van meneer Van Dijk die komt aan. Voornamelijk in de zomer, als het lekker weer is, dan komen ze regelmatig hier sleutelen aan die voertuigen. En dat gaat gepaard met de nodige geluidsoverlast. En dat is behoorlijk vervelend als je lekker van het weer aan het genieten bent in je tuin. Ja. Dan kun je al naar binnen, dan kun je al een ramen dicht gaan doen. Want dan staat er op zo'n wagentje heel lang te draaien. Wat gewoon heel veel uitlaatgassen geeft. Waar je hier zo in de tuin gewoon weg van stinkt. En in deze camper die tegen mijn schutting aanstaat, zit een aragraat. En ja, die gaat dan ook aan. En dan komen de slijptollen, die komen eruit, de hamers. Ook nog? Ja, de actieboren. Ja, ook nog. Nou, dan weet je dat je naar binnen kan. En hoe vaak gebeurt het? Ja, in de zomer is het... Zeker wel drie keer in de week. Vooral in het weekend? Nee, ook door de week. Dus die tuin heb je eigenlijk voor niks. Daar komt het een beetje op neer. Eigenlijk wel, ja. Nou ja, voor de keren dat ze er niet zijn. Lullig, jongens. Ja. Ik heb er geen ander woord voor. Nou ja, dat is het ook. Zullen we er binnen met een kopje koffie even verder over kletsen? Gaan we doen. Ja. Yes. Nou, gezellig huisje, jongens. Jullie wonen hier nu zo'n anderhalf jaar. Ja. Wanneer dachten jullie voor het eerst... Hier word ik niet blij van. Ja, dat was toch het moment dat ik hier binnen in mijn huis de benzine rook. En toen heb ik de politie gebeld van je moet nu komen, want anders dan gaat het echt een keer in de fik. En zijn die geweest? Ja, die zijn op dat moment geweest. En de politie die zegt van het is een eigen stuk grond, dus wij kunnen niks met de onverzekerde voertuigen of iets. Heb je de gemeente ook geprobeerd? Ja. En wat zeggen die? Nou, de gemeente die stuurt me door naar DCMR, want het is een milieugerelateerde zaak. Dus dan kom je bij de milieudienst kom je uit.
En deze meneer zegt van joh, het is geen bedrijf, dus je moet naar de gemeente toe. Dus je wordt van het kastje keer naar de muur. Ja. En weer terug naar het kastje, ja. Je komt er nergens mee. Het roept ook vooral woede op dat dit kan. Weet je, dat er zoveel al geprobeerd is qua gemeente, politie, wijkagenten en dat soort acties. En dat er niks aan gedaan wordt, want het verziekt gewoon je leefomgeving. Als je dit had geweten, had je dan je droomhuisje ook gekocht? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ook niet. En dat is gewoon niet de bedoeling. Dat is allemaal niet waar. Nee, zeker niet waar. Dat moet niet weggepest worden door zo iemand. Want zo voelt het. Ja, zo voelt het wel, ja. Ja. In principe worden gewoon onze eigen tuin uitgepest. Ja. En dat moet gewoon stoppen, dat moet ophouden. Dat is allemaal niet nodig en dat mag ook allemaal niet, in mijn inzicht. Ik begrijp jullie boosheid en jullie stress. Meester Visser komt straks deze kant op om de zaak heel grondig te onderzoeken. Ja. Wat is jullie eis voor hem? Dat het terrein niet meer gebruikt wordt voor opslag. En dat we gewoon geen geluidsoverlast of stankoverlast meer hebben in de zomer. Dat is mij duidelijk. Normaal in onze tuin kunnen zitten. Zo is dat. Dankjewel voor de koffie. Ik kom jullie straks weer halen als meester Visser onderweg is. Is goed. Nou, wat een toestand. De stress zit overduidelijk bij Samantha en Thomas heel erg hoog. Kan ik me wel voorstellen, want als jongstel koop je een huisje, dan hoop je dat je droomhuisje is. En dit is toch wel een droomhuis met een enorme rouwsluier. Nou goed, ik ben ook heel erg benieuwd naar het verhaal van de tegenpartij. Ik heb met ze afgesproken hier bij het hek. Zullen we er zo wel aankomen? Geen gehoor. Daar zou je ze hebben. Goedemiddag. Goedemiddag. Kijk. Daar zijn we dan. Sorry dat we wat later zijn, want autopech. Autopech? Ja. Autopech, ja. Dit meen je niet. Ja, dat weet hij wel. Een stukje weet ik. Maar, pech met? Het kan dat je. Olie gelekt. De motor opgeblazen. De motor opgeblazen. Dus er valt weer wat te sleutelen. Ja, helaas wel. Je hebt weer wat te doen. Nou, dan vallen we gelijk met de neus in de kant aan. Want hier draait het allemaal om, jongens. Ja. Het stukje grond van jullie vader. Ja, inderdaad. En nou heb ik begrepen dat jullie vandaag het woord doen namens hem. Ja. Waarom? Omdat hij eigenlijk te oud is om nog te lang hier te kunnen staan. Hij is gewoon lastig voor hem. Hij is 87, dus... Och. Ja, het is al een hele leeftijd. Nou, hartstikke fijn. Ja. Laten we het eens over het stukje grond hebben. Hoe lang heeft je vader het al in bezit? In 1980 is hij hier terechtgekomen. Toen heeft hij nummer 55 gekocht. Dit huis? Ja, dit huis. Maar is dit dan het huis wat ook is opgeblazen geweest? Nee, dat heeft hier gestaan. Oké, maar was dus dat... niet van jullie vader? Nee hoor, dat was allemaal voordat mijn vader hier in Pernis kwam wonen. Komt hij er nog wel eens? Ja, heel weinig. Ik denk dat hij misschien 6 maanden geleden hier voor het laatst is geweest. Dus sindsdien is het eigenlijk meer jouw terrein geworden? Ja. Mijn broertje heeft toestemming gekregen om op het terrein te mogen gebruiken voor zijn kleine autootjes neer te zetten, hetzij repareren. Een stokje overgenomen. Ik heb een stokje overgenomen, ja. Ik zit het liefst van hier tot daar, lekker in de olie, lekker helemaal zwart. Maakt mij niet uit. Nou goed, zullen we er anders eventjes omheen lopen om te kijken waar we het over hebben? Doen we. Prima. Loop ik achter jullie aan? Ja. Ja, kijk, hier kan je het al gelijk een stukje beter zien. Een camper, een caravan. Wat is dit voor apparaat? Een camper. En gekke vraag misschien, maar hij doet het niet meer. Nee, hij doet het absoluut niet meer. Nee. Maar wat doen ze hier dan nog? Hij wordt nu nog gebruikt voor opslag. Waarvan? Spulletjes. Het is eigenlijk een beetje een schuur. Eigenlijk wel, ja. Dat is het. Een schuur op wielen. Juist. Want deze, die zit ook vol met spulletjes. Kun je hem openmaken? Ja, tuurlijk. Oh, kijk. Dat is echt onderdelen en noem het maar op. Oh ja. Hier hebben we de bootstoelen. Want de buren zeggen soms, dan staat de caravan 4 uur lang te loeien. En dan
zitten wij hiernaast met een wijntje. En dan hebben we last van het aggregaat. Oké. Dus hun kunnen niet in de tuin zitten omdat hij klust. Dat vind ik gewoon gelul. Nou, dat vind ik echt gelul. Dat is raar. Het enige wat er staat is een aggregaat die maar één keer, één of twee keer per jaar gebruikt wordt. Nou zegt Daniel, ja, als ik een keer 4 uur lang mijn camper laat draaien, dan is dat hooguit 1 keer per jaar. Nee, dat gebeurt wel veel vaker. En de overlast van de slijptol, het gereedschap wat ze gebruiken, wat zeker wel langer dan een uur duurt en zeker wel meer dan 1 keer per jaar voorkomt. Ja. Nou goed, deze caravan hebben we dan. En als we dan die kant even toe zouden kunnen lopen, want dan hebben we hier de jerrycans. Ja. Kijk, deze en deze, er zit ook van alles in. Dit zijn eigenlijk een beetje de twee rakkers waar de buren zich zo'n zorgen om maken. Want de buren zijn dus bang dat hier allerlei brandbare stoffen liggen en dat er eerder eens een keer ongelukken gebeuren. Snap je dat? Dat snap ik heel goed. Maar ja, als de beste oude man zelf eigenwijs is om niks eraan te doen, ja, dan heb ik ook zoiets van, hoe moet ik dat oplossen? Ja, mijn vader heeft hem toestemming gegeven om hier te sleutelen en ze zouden het eigenlijk samen opruimen en oplossen. Alleen ja, zijn gezondheid zit er steeds ook tussendoor. Dat speelt eigenlijk vaak een rol. Jullie vader is eigenaar van het terrein en eigenaar van de voertuigen. Ja. Ja. Maar begrijp ik het dan goed dat hij zegt van, ik wil dat daar niets mee gebeurt? Klopt. Dus hij wil eigenlijk dat dit allemaal blijft zoals het nu is? Klopt. Het terrein is gewoon heel belangrijk voor mijn vader. Het is hem in principe zijn alles hier, want zijn hele leven heeft hij altijd geknutseld op zijn eigen terreintje. En dat wordt hem nu in principe afgenomen doordat mensen lopen te klagen. Het is een toestand. Ja, het is zeker een toestand. He? Want nu sturen ze de milieupolitie op mijn vader en Daniel af. Oh, echt waar? Ja. Wat is er gebeurd? Nou ja, ze hebben bij mijn vader is de milieuagent geweest om te vertellen van joh, dit en dat is zover het terrein, het moet leeg en anders wordt het weggehaald. En per voertuig is het geloof ik uit mijn hoofd €390. Oké, dus dat wordt een dure grap. Dat wordt een heel duur grapje, ja. En wat vind je daarvan? Ja, ik vind het gewoon jammer dat hun niet eerder naar mij toe zijn gekomen. Van joh, Diaan, er zijn problemen en zou je me kunnen helpen? Ja, ik vind het gewoon heel vervelend wat hier gebeurt. Ik bedoel, hij is daar regelmatig. En als hij er 1 of 2 keer in de maand is, kun je toch naar die jongen toe stappen? Ik kan toch een gesprek aanvragen met elkaar? En onze vader is 87, dat doet dan ook met hem dit gedonder. Als je 87 bent, hoor je dit allemaal niet meer mee te maken. Dan moet je van jouw dag moeten genieten. Zo is het. Meester Visser komt hier vandaag naartoe om de zaak grondig te onderzoeken. De buren hebben als eis dat het hele terrein leeg gaat en dat er geen geluidsoverlast meer is. Hebben jullie een tegeneis? Ja, dat het terrein blijft zoals het is en dat hij gewoon kan klussen zoals hij kan klussen. Ja. Kortom, mijn vader wil gewoon dat het blijft zoals het blijft. Het is mij duidelijk. Ik kom jullie zo meteen weer halen als meester Visser onderweg is. Okidoki. Ja? Ik ben eigenlijk wel ontzettend benieuwd hoe dit afloopt vandaag. Want het is natuurlijk een hele merkwaardige situatie. In zo'n klein schattig straatje in Pernis. Tussen al die kleine huisjes opeens een opslagplaats voor een aantal oude auto's. Waaraan gesleuteld wordt. Thomas en Samantha zijn er heel duidelijk over. Die zeggen dit hoort niet thuis in een woonwijk. Maar ja, Daniel en zijn zus Diana die zeggen dit is het stukje grond van mijn vader. Dat blijft zoals het is. En wij mogen op onze eigen grond gewoon doen wat we zelf willen. Meester Visser is onderweg, die heeft 2 veiligheidsspecialisten meegenomen. Ik heb met beide partijen afgesproken bij het Autokerkhof. Kijk, Daniel en Diana staan al keurig te wachten bij het wagenpark van Paps. Goed dat jullie er al zijn. Haal ik de buren er even bij. Thomas en Samantha, hi. Komen jullie mee? Ja, tuurlijk. Hallo. Jullie kennen elkaar, hè? Ja. Geven we elkaar nog een hand? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Goedemorgen, Diana. Hey. Thomas. Hey. Nou, dat is in ieder geval een goede start. Want daar is het dus tot nog toe nog niet van gekomen. Nee. Begrijp ik. Thomas en Samantha, vertellen jullie nou nog eens 1 keer aan hun wat jullie grote probleem is. Het grote probleem is dat wij bang zijn voor de veiligheid van ons huis. Door de voertuigen die er strak tegenaan staan en het geluidsoverlast van het klussen wat hier meerdere dagen per week gebeurt. Klussen door de week doe ik sowieso niet, want ik werk 5 dagen in de week. Ja, maar het gebeurt wel dat je 's avonds hier komt om te klussen. Het is misschien in het begin eventjes gebeurd. Maar jij zegt, ik kom hier niet 2 à 3 keer in de week. Nee, zomers ook niet.
In de zomer is het zeker wel vaker gebeurd. Maar dan staat één van de beide partijen de waarheid niet te vertellen. Het zou kunnen. Ja. Maar dan kan ik me haar niet herinneren. Op het moment dat hij zoiets ontkent, dan zit ik me van binnen hem op te vreten. Want dan, ja, dan denk ik echt, je weet toch wel gewoon wanneer je hier bent. En of je wel eens een keertje door de week hier bent geweest. Laten we dat in het midden. Het gebeurt regelmatig. Laten we het daar dan op houden. En jullie hebben daar last van. Ja, dat is dus het lekkende voertuig wat achter ons staat. Dat is op een zaterdag is dat neergezet. En dat stond op zondagochtend, lag daar zoveel benzine onder. En op zaterdagavond lopen hier ook jongeren langs. Als die een peukje weggooien, dan vliegt dat autootje in de fik. Inclusief de camper die erachter staat. Inclusief de zijkant van mijn huis. En op dat moment heb ik de politie gebeld. En heb ik gezegd, van, joh, je moet nou hierheen komen. Want dat voertuig dat staat zo verschrikkelijk hard te lekken. Waarom heb je toen niet rechtstreeks contact met hun opgenomen? Je mag altijd naar me toe komen, hè? Ja, nee, dat weet ik. Maar waarom heb je dat nog nooit gedaan? Omdat ik toen zo kwaad was van alles wat hier al gebeurde. Dat ik zoiets had van, ja, als ik nu naar hem toe loop, dan komt er alleen maar ruzie van. Maar dat was misschien wel een keer goed geweest. Maar het kwaad was al gedaan. Plus, wij weten ook dat mensen hier in de straat er al zo lang mee bezig zijn. Dus waarom zou het dan opeens wel lukken? Ik heb nog nooit een klacht gehoord van mensen hier niet. Ze zeggen dat er al 23 jaar geklaagd wordt door de buren. Ik heb hier zelf jaren op het terrein gewoond, op nummer 55. En ik heb nog nooit deze klachten gehoord. Maar jullie zijn vooral bang voor de inhoud van die jerrycans. Onder andere. Ik heb geen idee wat erin zit. Jij hebt eigenlijk zelf ook geen idee, hè, wat erin zit. Maar waarom gooi je ze niet weg dan? Waarom breng je ze niet weg? Ik weet dus eerst nog eens dat ze daar stonden. Ja, dat baart ons eigenlijk nog meer zorgen dan dat we al hadden. Ja, dat je gewoon echt gewoon geen benul hebt wat er is. Hou je van een barbecueetje? Zeker. Ja. Leg eens uit. Dat hebben we al een keer afgelast. Hoe dat gaat. Ja. Nou ja, dat hebben we al een keer af moeten lasten. Of omdat dat ze er al waren, maar dat we gewoon naar binnen zijn gegaan door de stank en de herrie. Ja. Dan alsjeblieft naar me toe gekomen. Dat vind ik wel gewoon lullig voor jullie. Een goede dag. Meester Visser, welkom in Pernis onder de rook van de fabriek. Onder de rook van de Pernis. Kan ik nog iets voor u doen? Ja, graag. Ben jij een beetje administratief onderlegd? Dat is vraag naar de bekende weg, hè? Dat is niet mijn sterkste kant. Want ik wil het een beetje bijhouden wat hier dan allemaal staat. Nou, dan ga ik voor u een klein beetje in kaart brengen wat er zo al op het terreintje staat. Ja, dan gaan we nu naar achteren. Ik zou zeggen, volg mij. Het is even een kwestie van de buik een beetje in. En je kin omhoog, tenminste voor mij. Hoe bedoel je buik in? Ja. Gewoon opzij. Ja, sorry. Hè? Dat is gewoon een tip. Een tip. Oh, nou. Dan gaat de wereld voor u open. Dit is een Duits model. Loopt die nog? Die loopt nog wel. Dat is de enige die nog loopt? Dat is de enige die nog loopt. Oké. Okay. Hij is een klein beetje groen uitgeslagen van binnen. Ja. Hey, en er kan niks ontploffen, toch? Nee. Hè? Ja, dat moet je in het Pernis altijd... Ja, voorzichtig mee zijn met dat soort uitspraken. Ja. Kan het zijn dat de accu leeg is? Ik heb geen flauw idee. Die camper die is rijdend neergezet. En daar zit meer dan een halve tank diesel in. En dat is hetzelfde met de andere campers die er staan en de caravans. Ja, weet je, haal het weg, sloop het, je hebt er niks aan. En hier hebben we dan de twee jerrycans waar Thomas en Samantha zich zorgen over maken. Enige idee wat hierin zit? Eén zit water in. Maar voor hetzelfde geld is het een brandbare stof zonder geur. Dat... Je weet het nooit. Heb je aansteker? Nee, gaan we niet doen. En dit is de andere. En ik weet niet hoe, niet te diep inademen. Geen diesel, hè? Ja, diesel. Ja. Maar u heeft natuurlijk twee veiligheidsspecialisten meegenomen. Ja. Wellicht dat die even de inhoud van de jerrycans kunnen controleren. Heel verstandig. Water is sowieso nooit gevaarlijk. Ja, een oude diesel. Voordat het in de brand vliegt. Het had nog speciale graden of zo, dat het zo heet moet zijn om dat echt te kunnen ontvlammen. Ja. Dus dat kan niet zomaar in de fik dus, oké. Dan denk ik dat we nu naar achteren moeten. Goedemiddag. Goedemiddag. Mannen, ik duik alvast eventjes de caravan in. Ja. Ja. En ik... Goedendag. U bent al druk bezig. Ja, we zijn verschillende voertuigen even langs geweest. En we noteren even wat we allemaal tegenkomen voor u. Graag. Wij gaan even naar hiernaast. Ja. Ja. En u gaat verder. Ja. Kijk even wat in de jerken zit. Want, zeker. Even kijken, laat ik vast de benzine in de aggregaat doen. Nou, hier kom je dan in ons tuintje. Nou, dat is heel wat anders, hè? Ja, dat is een heel groot verschil. Want dit is dus de boosdoener, waarvan de buren zeggen dat ze daardoor niet kunnen barbecuen. Dus die moeten we even horen, natuurlijk. Victor, kan je me horen? Ja.
Kan je de generator starten? En dan moet ik aan een touwtje trekken, toch? Ja, aan een touwtje trekken. Wel het knopje op start zetten, hè? Knopje op start zetten. Oh, is het knopje op start? Zie je het knopje? Ja, ik heb het gezien. Ah, daar is het. Goed werk, Victor. Ja. Victor! Ze laten dus altijd de aggregaat in Victor. De caravan staan als hij aan is, zoals nu. Victor! Ja? Kom, waar ben je? Ja, ik hoor je niet zo goed. Ja, dat ding staat aan. Dat is te ruiken. Hij gaat overigens minder hard lopen nu. Ja, ik weet niet waar dat mee te maken heeft. Ik denk dat de choke open staat. Oh. Zal ik die even dicht doen dan? Anders verzuipt hij. Ja. Kan dat dan, vragen de mensen thuis? Ja, jongelui. Vroeger kon je een motor verzuipen als de choke uitstond. Dit is beter, ja. Dit is beter. Beste mensen, ik heb het allemaal gezien en gehoord. We gaan nu naar de hoorzitting en dan gaan we over de zaak praten. En er komt er vandaag nog een oplossing. We hebben zojuist tijdens het locatiebezoek wel gezien dat beide partijen een beetje in hun maag zitten met deze hele situatie. Want ook Daniel en Diana zouden misschien wel anders willen. Maar ja, hun oude vader is nog altijd de baas over dat stukje grond. Dus ze hebben naar hem te luisteren. Meester Visser en ik hebben ons best gedaan om ons een weg te banen door die rommel. Maar ik ben ook benieuwd naar de juridische weg. Want hoe zit het nou? Misschien mag je namelijk wel gewoon een zooitje hebben op je eigen grond. De specialisten hebben ook hun werk gedaan. Ik ben benieuwd naar hun bevindingen. Die gaan we nu horen tijdens de hoorzitting. En ik heb me laten vertellen dat de oude meneer Van Dijk daar toch bij aanwezig wil zijn. Nou, we zijn benieuwd naar de uitslag van de zitting. En ja, we hopen op een positieve uitkomst voor beide partijen. En ja, dat we er goed en samen uit kunnen komen. Wij maken ons eigenlijk zorgen om onze vader. Als die terrein eventueel kwijt zou raken, wat het met hem zou doen. Dat, ja, ik denk gewoon dat heel groot zijn hart gebroken wordt. En dat hij ontroostbaar is. Welkom, we zijn hier in Spijkenisse. En aan de orde is de zaak tussen Thomas en Samantha tegen de familie Van Dijk. Daniel en Diana, de kinderen, die het voor vader vandaag opnemen. Vader Arie. Om te beginnen, meneer Van Dijk, welkom. Goedemiddag. Begrijpt u waar het vandaag over gaat? Ja. Vertel eens, waar gaat het? Over mijn grond van 53. Ja, wat doet u daarmee? Mijn auto's opstellen. Maar nu zijn er klachten van de buren. Ja. Die zeggen het is een bende. Ja, daar kan er wel een vuilniszakje bij. Huh? Al die troep die er ligt. Nee, maar de caravans zijn wel. Die zijn van mij. En u wilt alles weg hebben? Ja, de voertuigen die nu tegen mijn muur aanstaan, daar zit gewoon nog een halve tank benzine in. En de stagiaire kent met olie. En nu wordt er ook nog geklust op dat terrein. Met voertuigen die er regelmatig staan te lekken. En op het moment dat zij het niet doorhebben, ze zetten een slijptol in zo'n voertuig. En ja. Er ligt een plas benzine onder, dan vliegt hij in de fik. En dan gaat de caravan die erachter staat met nog een halve tank diesel erin, die gaat net zo hard mee. Ja, dat moet niet midden in zo'n woonwijk kunnen. Ja, hoe ziet u dat? Dat er wat gelekt heb, dat ben ik helemaal met ze eens. Wat heeft er gelekt? Dat is een autootje. Die Kanta? Ja. Maar goed, als het enkel om die Kanta ging, waren we hier snel klaar. De Kanta is het niet. Nee, de Kanta was de aanleiding dat die zo stond te lekken tegen mijn buitenmuur. Dat ik daar de politie voor heb gebeld. Op zondagochtend. Oké, de politie. Ja, wij hebben de stadswacht hebben wij aan de deur gehad. En die vrouw die is 4 of 5 keer langs geweest. Van, joh, sorry, we kunnen er niks mee. Maar we hebben een dossier liggen van al 23 jaar lang dat wij hier al komen. Nou, daar weet ik niks van af. Waar is dat er een God in de hemel bestaat? Ja, ik heb daar nooit van gehoord. Nou, maar meneer Van Dijk, familie Van Dijk. Dan wil ik graag die instantie wel spreken en die stukken inzien. Ja. U heeft de agent nooit ontmoet? Nee. Verrassing, verrassing. Hij is er. u bent senior milieuagent, meneer Kroonen. Ja, dat klopt. 23 jaar zou er al een dossier zijn. Is u er iets van bekend? Nee, daar is mij niks van bekend. Ik ben sinds 1,5 jaar werkzaam als senior milieuagent in dit gebied. En ik heb inderdaad een klacht mogen ontvangen van meneer. En daar ben ik op gaan acteren. Ja. En heb ik hem medegedeeld dat wel opgeruimd moet worden. Omdat het, zo kan je niet met een stuk grond omgaan. En gaat dat niet gebeuren, dan ben ik helaas genoodzaakt om procesverbouw op te maken. Wat vindt u daarvan? Het is al een eind opgeruimd, de rommel. Ja, aan de voorkant. Aan de voorkant is het inderdaad nu... De achterkant is ook al een eind weg. Ja, maar dat is alleen dat treuje autootje geweest. Maar verder ligt de hoop aarde ligt er nog. Er liggen nog stoelen, fietskarretjes, jerrycans. Ja, die zijn ook niet van mij. Maar als dat nou niet binnen 2 maanden weg is, dan gaat de politie bekeuringen uitdelen. Ja, ik zou niks betalen.
Ja, dat was dan gaat naar de rechter in Rotterdam. Want de politie, daar heb ik ook geen ene moer aan. Nou ja, die zo. Want er zijn politieagenten geweest met de tussen de vrouwenhandel in Hoofdvliet, die mij vergiftigd hebben en mijn dood wouden hebben. Ja. De familie Jacobs. Ja. Oké. Je gaat niet helemaal goed, hè? Er zijn twee auto's in brand gestoken. Ja. Maar de politie heeft een parkeuring opgemaakt. Meneer Van Dijk. En je hoort niks van. Meneer Van Dijk. Dat staat los van de molenweg. Ja, nee, maar ik denk dat nu de stress een beetje te groot wordt voor uw vader. Meneer Van Dijk, ik vond het heel fijn dat u hier bent gekomen. Ja. Maar ik denk dat het verstandig is dat u even met Victor meegaat. Dat u lekker naar huis gaat. Kopje thee of een biertje. Ja. Is goed, ja, Victor? Ja, daar knap ik van op van een koud biertje. Zal ik u dan even meenemen? Zo. Ja? Ik heb ook zin in een koud biertje. Kom. Zo. Zo. Wel thuis. Ja, tot... Deze kant op, ja. Dat voelt een beetje prettiger, hè? Ja. Inderdaad. Ook voor mij was het even van belang om te weten... Ja, waarom doet hij niks? Maar ik begrijp het niet. Dus hij kan dit ook psychisch niet helemaal aan. Nee. Maar dit is eigenlijk een beetje de padstelling waarin we zitten. Maar ja, het is wel het stukje dat dit niet langer kan. Mm-hmm. Ja, hij is verantwoordelijk voor alles wat daarop staat en alles wat daar ligt. Dat, ja, ja dat u zegt, het is een beetje een rotzooi. Maar is het gevaarlijk? Dat is de grote vraag. Dat is zegt de vraag u. Waar wij ook bang voor zijn. Ja. We hebben deskundigen op dat gebied. Meneer Boers. Is er sprake van een gevaarlijke situatie? Ja, nou, we hebben het terrein bekeken. Wat daar aan brandbare vloeistoffen aanwezig zijn. Ja. En dat hebben we gelegd naast de maatstaf die in het bouwbesluit zit... van een huishoudelijke hoeveelheid van brandstoffen die je mag hebben. En daar blijft het eigenlijk net onder. Eigenlijk is dat goed nieuws voor de verweerders. Het is niet gevaarlijk. Nee, het is geen extreme gevaarszetting. Nee. Maar ik ben er nog steeds niet zeker van dat de camper die tegen mijn buitenmuren staat... die we hebben geprobeerd te starten... Het lampje brandde wel. Er zit daar nog wel een accu in. Dat lijkt mij wel. Ja. Maar daar zit ook nog een halve tank diesel in. Dus daar zit een accu in en er zit brandstof in. Ja. Met een dashboard met kabeltjes die eruit hangen. Dus ik ben er nog steeds niet zeker van dat dat ding geen gevaar oplevert voor mijn huis. Hoe ziet u zelf de oplossing? Het leeghalen. Ja, oké. Okay. Maar de politie dreigt met de bekeuring. Ja. En meneer zegt, die ga ik echt niet betalen. Nou, in Nederland kan je dat nog jaren volhouden. Maar ja, we hebben wel nog zoon en dochter hier zitten. Ja. Die daar wel inspraak in hebben. Dat is dus de oplossing. Ja, voor mij u moet alles leeghalen. Qua troep ben ik best bereid het op te ruimen. Ja. Maar ja, qua voertuig. Auto, ja, dat gaat natuurlijk om een paar zijn naam. Ja. Dat is ook denk ik een probleem. Heeft u wel eens over gedacht dat u de bevoegdheid krijgt om namens uw vader dit soort dingen te regelen voortaan? Ja, ik heb er wel eens over gehoord, maar niet over nagedacht. Want ik heb het idee dat u eigenlijk het liefste zou hebben. Gewoon dat vader het leegruimt of zie ik dat verkeerd? Als het aan mij legt, dan ging morgen nog het grote deel trein helemaal leeg. In de verkoop? Nieuw hekwerk eromheen en verkopen. Ja, over hoeveel geld hebben we het over zo'n stukje grond? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Enig idee? Ik weet dat hij toen aan het begin heeft hij een keer aangeboden aan mij, meneer Van Dijk... Ja. Om het te kopen voor 80.000 euro. 80.000, dat is te veel. Nou, dat vond ik veel te veel. Ja. Maar als het een redelijk bedrag was geweest, had u het wel willen hebben? Dan had ik het op dat moment zeker willen kopen. Dan, wat zou je zelf redelijk vinden? 25, 30? Nee, 10. Voor 10? Wat daar allemaal in zit? Nee, dat weet je niet. Nee. Maar zolang je niet gaat bouwen, nee, is het niks aan de hand. Een steintje, geen groter barbecue reden. Nou ja. Ja, maar daar gaat het niet verder niet. Dan nog steeds zou ik denk ik niet heel veel meer dan 10 geven. Nee, dat is duidelijk. Goed, beste mensen, ik weet voldoende. Ik sluit de hoorzitting. Ik zie u straks terug en dan zal ik u zeggen wat ik van de zaak vind. Prima. Tot straks. Het is hier een woonerf en het is geen opslag voor chemicaliën of brandbare stoffen. Mijn vader zegt, ja, het is allemaal leuk en aardig, maar het is mijn terrein en ik bepaal wat erop komt. En niet de buren. Nou jongens, hoe is het voor jullie gevoel gegaan? Nou, eigenlijk wel lekker is het gegaan. Ja. Wat moet er volgens jullie gebeuren? Het moet gewoon leeg. Nou, als meneer Van Dijk dat niet wil. Nee, ja, dat is waar ik bang voor ben. Dat meneer Van Dijk dat niet gaat doen. Denk je dat zijn kinderen daar nog invloed op hebben? Ik denk dat als je het aan Diana overlaat, dat het wel zou gebeuren. Maar als je het aan Daniel zou geven, niet. Ja. Hebben jullie er een beetje vertrouwen in? Jawel.
50-50 wel. Ik vond het fijn dat jullie vader er nog even bij was. Ja, dan weet je in ieder geval wie het is. Hij is eigenlijk ook een klein beetje de man met de sleutel in dit verhaal. Hè? Ja. Als hij zou zeggen, jongens, doe maar. Ja, dan is het zo geregeld. Ja. Nog een paar minuutjes geduld. Ja hoor, dus ja. Geen probleem. Graag gedaan. Dames en heren. Na een lange dag waarop we met z'n allen door de rommel het bos niet meer zagen, is het eindelijk tijd geworden voor de uitspraak. En de grote vraag is natuurlijk, mag alles blijven zoals het nu is? Of moet het terrein worden opgeruimd en mag er niet meer geklust worden? De man die eigenlijk niets liever doet dan een beetje juridische afval verwerken, is er klaar voor? Mag ik u allen vragen om te gaan staan? Want hier is meester Frank Visser. Uitspraak in de zaak tussen Thomas en Samantha de Jong tegen de familie Van Dijk. Op grond van de bevindingen van onze veiligheidsspecialisten kan ik gelukkig vaststellen dat er geen onmiddellijk gevaar dreigt voor de directe buren. U kunt rustig slapen. Echter, ik moet wel vaststellen dat zowel de opslag van niet bedrijfsklare voertuigen als allerlei ander afval, evenals het klussen op het terrein van Pa Van Dijk, strijd oplevert met nogal wat wetsartikelen. En alsof dat nog niet genoeg is, moet ik bovendien vaststellen dat het huidige gebruik van dat terrein in strijd is met de daaraan in het bestemmingsplan Pernis gegeven bestemming wonen. Kortom, zowel de opslag al daar als het gebruik als klusterrein zijn gewoon verboden. En daaraan moet dus een einde worden gemaakt. En wel, hou maar even vast, door het volledig ontruimen van dat perceel en het onmiddellijk staken van het gebruik van dat perceel als klusterrein. Dit alles op straffen van een boete van €100 per dag met een maximum van €20.000. Nu besef ik heel goed dat vader waarschijnlijk niet meer in staat is zijn belangen in deze zelf behoorlijk te behartigen. En ik vrees dan ook dat hij deze uitspraak niet gaat naleven met alle gevolgen van dien, die boetes. Het is daarom zaak dat de kinderen de kantonrechter verzoeken om vader onder beschermingsbewind te plaatsen, zodat zij gemachtigd zijn om mijn uitspraak zelf uit te voeren. Zo'n procedure komt heel vaak voor. Heel veel oudere mensen worden onder bewind gesteld. Nu dat de nodige tijd gaat kosten, zal ik vader en dus de kinderen voor wat betreft het ontruimen van het terrein een ruimer termijn van 6 maanden moeten gunnen. En misschien kan de milieupolitie wat dat betreft ook even pas op de plaats maken. Want de bedoeling is dat het probleem wordt opgelost en niet dat de boetes worden betaald. Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Thomas en Samantha, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. De rust gaat terugkeren. Ja, gelukkig. Je kan weer rustig slapen, je kan weer van de tuin genieten. Ik kan me voorstellen dat jullie heel erg blij zijn met de uitspraak. Ja, dat zijn we ook. Ga ik naar deze kant. Voor jullie toch wel een pittige uitspraak, kan ik me zo voorstellen. Ja, best wel, ja. Het hele terrein moet opgeruimd worden. Mm-hmm. En er mag vanaf nu per direct niet meer geklust worden. Wat vinden jullie van de uitspraak? Ik vind het prima zo. Jullie leggen je erbij neer. Ja. Nou is de grote vraag, niet van mij, dus. Gaat jullie vader zich er ook bij neerleggen? Weet ik niet. Daar moet een goede plan campagne over gaan maken. Daar ga jij voor zorgen, hè? Ja, ik zal wel moeten. Het is een zware taak. Een hele zware taak. En ik vind het ook echt vervelend voor jullie, want ik leef met jullie mee. Maar, Ach, schat. Ik vind het gewoon heel jammer dat het altijd zo heeft moeten lopen. Dat begrijp ik. Maar je hebt je heel kranig geweerd. Ja. En ik weet dat jij best wel een vervelend ijzer uit het vuur sleept nu. En dat vind ik heel dapper van je. Dank u. Heel veel groeten aan je vader. Zal en het beste. Geven we elkaar tot slot nog een hand? Ja hoor. Tuurlijk. Ik heb niks tegen jullie, dus... Ik heb niet tegen jou. Nogmaals, ik had graag... Dank jullie wel. ...eerder gezien. En u in de zaal, bedankt voor uw komst en nog een fijne avond. Nou, meester Visser, het zit er weer op. Ik vond het best wel een verdrietige zaak vandaag, want het was tenslotte een familiekwestie. En het probleem lag natuurlijk een klein beetje bij de oude meneer Van Dijk. Ja, en weet je, door dat probleem bespreekbaar te maken, toen kwam opeens de oplossing.
Ja. Ja, dat heeft u goed gedaan. Zit u nou thuis te kijken en wilt u ook graag de dingen bespreekbaar maken? Wacht dan niet langer. Mail of bel ons. Komen we zo snel mogelijk naar u toe. En dan lossen we het weer op. Zoals altijd. Bedankt voor het kijken weer en heel graag tot volgende week. Dag. Fijne avond. Lekker naar huis. Ja. Wat ik me trouwens nog even afvroeg, hè? Ja. Is dat niet wat voor u? Romantisch, zo'n campertje, chemisch toiletje? Ik moet er niet aan denken. Doe mee met een luxe hotel. Lekker zelf doortrekken. Ja. En een minibar. Minibar. Ja. Ja. Over minibar gesproken, doen we er nog eentje? Ja, doen we eentje nog.